Yo mensen, Mark hier en we zijn hier weer terug met een nieuwe video van Call of Duty Modern Warfare. Ja, dit zal voorlopig de laatste video zijn van deze game die ik maak. Streams gaan ook niet komen, want ik ga de game waarschijnlijk verwijderen. Hij wordt me ietsje te groot op de PC. Dus vandaar. We gaan natuurlijk wel weer verder met de volgende Call of Duty. Ik weet niet of die crossplay zal zijn, maar ja. Twijfel. Geval, dus ja, dat gaan we zien. Ik had er net één gezien. Jammer maat. Ik had je net iets eerder door. Ze probeerden het al met een C4'tje te fixen, maar ja. Niet echt gelukt. Opbokken. Zo. Even kijken, zit er nog een vijandje? Die C4 is weg. Er zit hier wel eentje, jongens. Dus even oppassen. Mooi, neer. Eens even kijken. Ik zag hier wel eentje erin te rennen. En ging hij buitenom. En aan het zoeken. Nee, niet te vinden. Jammer genoeg. Helaas, deze map die ken ik gelukkig een beetje. Even kijken. Als te vinden. Jammer, helaas pindakaas jongens. Ik speel al een tijdje, want af en toe die Modern Warfare vindt het een lekkere game. Ik heb dus een cruise missile, lekker, altijd fijn. Eventjes snel launchen. Komt ie aan jongens? Bam, eentje op kop. En hier is UAV. Ik hoor hem hier wel. Oh, hij zit hier boven. Jammer maat. Hoppa! Bam! Eigen schild, dikke beeld. Moet je daar maar niet gaan zitten campen. Ik gooi daar nog een granaatje, want ik had al door dat hij er zat via de UAV. Ai, ai, ai. Dit gaat niet zo soepeltjes, maar oké. Okay. Staan achter. Nou ja, we komen er wel door. Jongens, loop door. Ga niet te campen, joh. Dat is gewoon laf. Hup, opbokken. Ai, 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 ai. We hebben een enemy UAV. Dan zien ze dus waar ik vandaan kom. Ja, hoe zou ik? Kilo. En ik ga een M4A1. Ik zal van andere gebruiken. Deze is ook wel lekker. Kijk eens. Alsof ik er niet al had gedacht. Ik wist al dat hij een beetje op mij zou komen. Ik heb een slecht team, serieus. Precision in airstrike. Oh ja, eentje neer. Het vlak achter je. Start ik op dezelfde plek. Vol bokken jij. Dat ga je niet lukken dit keer.
Lekker man. Ja, ik speel het Call of Duty spook altijd echt wel wat te serieus. Natuurlijk. Niet op mijn teammate. Oh. Gaat hij liggen. Ja, gepreëmd wachten. Serieus, loop dan gewoon door. Oh nee, ik ben niet op UAV zichtbaar. Ik heb Ghost. Ja, dat was waar ook. Ik had Ghost staan, dus dan ben ik niet op UAV zichtbaar. Waarom zit er standaard op al mijn klas Ghost, jongens? Met wat voor wapen speelt hij? Hij speelt met een kilo. Hij is iets sneller. Kilo is niet zo super snel, gelukkig. Lekker teammate. Ik heb ook een kilo, dus gaan we het eventjes daarmee doen. Ik switch vaak van wapens, jongens. Ja, heeft redenen. De FAS, jeetje. Vind ik wel een van de slechte wapens, een FAMAS. Vroeger was die goed in Modern Warfare 2. En deze game, nee, niet echt. Enemy UAV overhead. Oh. Enemy is... Nou, ik zag hem niet. Teammates kunnen wel misschieten, zeg. Ik had door dat je er zat. Less than a minute. Time's running out. It's now or never. Vandaar. Ik had door dat hij er zat, dus dat was helaas een misser voor hem. Ja, we gaan deze toch verliezen. Ik kan hier weinig aan doen. Sowieso. Dat we deze verliezen. Maar ja, het moet dan maar eventjes. Jongens, even kijken. Bedoel ik, jullie staan veel te veel te campen. Ja, dit gaan we niet redden. We gaan deze verliezen. Opbokken. Tweede kon niet meer pakken. Dus dat ging helaas mis. Oké, deze is verloren, jongens. Op naar het volgende potje. Help me, van mijn team. Stel boven. Nou, zijn we bij het volgende potje aangekomen, jongens. Op naar deze. Cheshire Park. Die ken ik niet echt nog. Niet echt van een vorige Call of Duty of zo. Maar ja, ik hoop niet dat het een echt grote map is. Aantegen. Gaan mijn teammates mee. En dan zien we het wel eventjes kijken. Serieus, twee knallen.
Dat ik die val niet eens super goed vind. Hebbes. Ja, ik heb nog geen andere geweren voor gespeeld, want ik heb de game met release super veel gespeeld. Maar daarna ben ik een beetje de kracht erin verloren om het te doen. Dus vandaar dat ik bijna geen Call of Duty toen meer heb gedaan. Serieus? What the fuck? 3-1 te wachten. En hij ging gelijk naar mij toe. Hoe zou dat kunnen? Het kan niet anders dan een hacker zijn. Kan echt niet. Zit daar gewoon in het hoekje. Te wachten. Ja, het is wel iets anders. Ook even zijn geweer. Mooi, lekker jongens. Nou, die zag ik niet. Die zag ik pas later. Gelukkig weer van niks. Wacht even. Ga maar die. Wat beter op deze map lijkt me. Klein geweertje. Makkelijker te schieten. Mag raak. Maar schoot ook mezelf. Dus dat is het nadeel. Oh, nice, nice, nice. Hebben ze, klaar nog. Is je nog niet echt super veel geluk? Voor nu. Nou ja. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de nieuwe Call of Duty gaat worden voor ons. Ook voor jullie. Ik hoop dat hij een beetje leuk geworden. Treyarch maakt hem voor mij. En met Treyarch maakt hem bedoel ik ook Treyarch maakt hem. De grauw. Heel veel mensen hebben die. Oh, ik krijg hem niet op. Heeft hij nou zichzelf opgeblazen? What the fuck? Opbokken jij? Een halve daar. Ah, oh, ik zag je door die muur. En breng ik een andere. Ik had je door de muur gezien. Ik ben een PC-speler, maar ik speel met controller. Ja, een bewijs van niks? Nee. Camp erachter bij die bus. Dat ook door kunnen lopen, hè? Die zit achteraan in de map te campen, ze spawn camper. Opbokken. Mooi, twee raakt, de derde helaas niet. Kijk, zo hoort het eraan, jongens. Zo hoort je te spelen. Opbokken jij? Jammer, ik had je nog te pakken. En een ander mij. Dus ik zit wel goed hier.
Wist wel dat je daar een beetje zat. Hoppelcap. Nice, bedankt. Hey jongens, het gaat niet helpen als jullie in die hoekjes blijven zitten, hè, campertjes. Heeft toch geen nut. Daardoor ga je verliezen. Ik ga via de achterkant hoor. Jammer, dit keer niet. Ik zag je, maar ik kreeg je niet te pakken. Jammer genoeg. Ja, een paar kills nog, dan zijn we goed. Jammer. Zo, gewonnen. Laatste potje hebben we gewonnen, jongens. Heerlijk. Altijd leuk. Nice, kill 30 heel van 1. Prima voor mij, goed te doen. In ieder geval. Maar mensen, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hebt genoten. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Dat zal geen Call of Duty meer worden. Maar als jullie dat willen, doe ik het natuurlijk wel. Maar waarschijnlijk dan Black Ops 4. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later!